Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op woensdag 13 maart rijdt de wethouder Harry Bakker een samen aan de slag check uit van 2000 euro aan SV Hurundo. Deze check is een steuntje in de rug voor het organiseren van een avond vol entertainment en sport op zaterdagavond 13 april vanaf 7 uur in Sporthal de Rietgors. Op deze avond geven 100 kinderen een fantastische show weg die eens in de vijf jaar georganiseerd wordt. Er zijn kaarten beschikbaar voor deze avond met als thema Chaos in de geschiedenis van SV Hierondo. De maandelijkse komt bij lunch brengt inwoners van de gemeente Drimmelen bij elkaar. Iedereen is welkom. Tijdens de lunch staat het leren kennen van nieuwe mensen centraal. Enthousiaste vrijwilligers zorgen voor een gezellig gedekte tafel, een fijne ontvangst en natuurlijk een heerlijke lunch. Activiteitencoach Tasja van Dam heeft gemerkt dat er veel mensen uitkijken naar de lunch. Mensen die alleen zijn, blijken thuis veel minder maar tijdens deze lunch juist meer te eten. Wat gezelligheid kan dus heel veel doen. De lunch is op iedere eerste vrijdag van de maand. Aanmelden voor de lunch is wel nodig in verband met het doen van boodschappen. U kunt zich aanmelden tot woensdag voor de lunch... door een e-mail te sturen naar Surplus.nl of te bellen met 0162 748 600. En... Noteer alvast de volgende data in de agenda. Vrijdag 5 april, 3 mei, 7 juni en 5 juli. Wil je op avontuur de natuur ontdekken of met het hele gezin lekker naar buiten? Ontdek de betoverende wereld van het Biesbos Lichtspoor... en kom naar de feestelijke seizoensopening bij Biesbos Centrum Dordrecht. Het populaire Biesbos Lichtspoor keert dit jaar terug... Met drie avonden in plaats van één. Ontdek de magie van de ontluikende lente waarin alles tot leven komt. Stap in een betoverende wereld en laat je meevoeren door het Biesbos Lichtspoor op 28, 29 of 30 maart. En dat is nog niet alles. Het recreatieseizoen bij het Biesbos Centrum Dordrecht gaat van start. En daarom zijn er op zaterdag 6 april heel veel leuke activiteiten in de natuur. Wat zou jij doen als je mocht bepalen hoe je dorp eruit ziet? Waar geef je het beschikbare geld aan uit? Met die vragen gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 uit de gemeente Drimmelen aan de slag. Van 21 tot en met 28 maart spelen ze het democracy spel in de raadzaal op het gemeentehuis. Zo komen ze spelenderwijs in aanraking met democratische besluitvorming. De zwerfafvalopruimactie opruimactie in de Biesbosch was ook dit jaar weer een groot succes. Zaterdag 9 maart hielpen ruim 200 vrijwilligers op verschillende locaties in Nationaal Park de Biesbosch mee om zwerfval op te ruimen. Totaal is zo'n 40 kub. zwerfafval uit de natuur gehaald. Vanuit verschillende startlocaties in Dordrecht, Werkendam en Drimmelen werd afval geruimd. Meerdere ondernemers en particulieren hielpen daarbij. De boswachters van Staatsbosbeheer bedanken alle vrijwilligers voor de betrokken inzet en geven aan dat ze zonder hen dit nooit hadden kunnen bereiken. Het positieve nieuws is dat de campagne Samen houden we de Biesbos schoon met drie jaar wordt verlengd. Heeft u toevallig deze schoonmaakactie gemist? De volgende grote opruimactie in de Biesbos staat gepland op zaterdag 21 september. Tijdens World Clean Up Day. Aanmelden voor deze actie kan vanaf deze zomer via de website van Staatsbosbeheer wwwstaatsbosbeheernl Piesbos schoon. Dit jaar doet gemeente Drimmelen weer mee aan het NK tegelwippen met als doel Drimmelen nog groener te maken. In ruil voor uw gewipte tegel krijgt u een plantenpakket. Geef uw gewipte tegels zelf door bij het NK Tegelwippen of stuur een foto van de voor- en na-situatie naar NK tegelwippen Tegelbippen drimmelennl Alleen deelnemers aan de actie kunnen de maximaal 2 vierkante meter gewipte tegels tijdens de ophaaldag op 20 april ter plaatse achterlaten. Alleen inwoners van de gemeente Dremmelen kunnen meedoen aan deze actie. Geef voor 3 april aan welk gratis pakket u wilt. De minimumleeftijd is 18 jaar. De samenstelling van de pakketten kan op basis van beschikbaarheid wisselen. Er is een beperkt aantal pakketten, dus daarom geldt op is op. Verdere informatie over het ophalen van het plantenpakket volgt na de bestelling op een later moment per e-mail. Het NK Tegelwippen loopt van 21 maart tot en met 31 oktober 2024. Dus pak uw schep en help mee om Dremmelen Tegel voor Tegel te vergroenen. Kijk voor meer informatie ook op www.nk-tegelwippen.nl. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. U kunt deze week onder meer kijken naar een impressie van de reis naar Vinslaapland en naar Over Smaak Valt. Het muziekprogramma waarin inwoners van onze gemeente vertellen over hun favoriete muziek. In deze uitzending zijn we te gast bij Walter van Vuren. Heeft u een nieuwsmelding zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan.